Ik moet zeggen, ik had gisteren even genoeg tv gezien. Dus ik heb even pas laat. Ik heb even. Bij Harry Mens heb ik. Ja, die vind ik, zo goed. Ja, die vind ik zo goed. Die kan niks. En toch zit hij op tv, dat is toch heerlijk? Dat hij zelf, hè? Ja, dat is heerlijk. Maar hij leest het voor. Hij kan echt helemaal niks. Nee. Nou, hij leest een vraag voor. Hij kan wel dochters verwekken overal, hoor. Ja, maar hij leest een vraag voor en dan geeft ze iemand antwoord. Hij heeft wel een paar lopen. En dan zegt hij, nou bedankt. Ja. En dan gaat hij door. Dan gaat hij door gewoon. Harry Mens? Wie is Harry Mens? Wie is Harry Mens? Ja, dat ken ik toch wel. Iedereen in Nederland kent Harry Iedereen Mens. Iedereen kent Harry Mens. Ja. Maar Harry stelt vragen, die stelt niemand anders. Dat is echt uniek. Ja. Dus er vertelt iemand bij huis dat in de fik en zegt... ik lees hier dat je hobby's hebt. Gaat gewoon over iets anders. Nee, dat is echt geweldig. Dat, Harry is de enige interviewer ter wereld die niet luistert naar de antwoorden. Ja. Ja, is goed dan. Maar ook structureel, hè? Niet één keer. Je kan alles tegen hem zeggen. Dan lijkt je toch al veel op een mok, zeg. Ja. John van Geen uit Apeldoorn wil van jou weten of je nog wel eens naar Harry Mens kijkt. Harry Mens. Iedere avond, meestal mijn zondag staat als volle gepland. Ik zet dan het saunaatje aan en dan ga ik even in de sauna. Ochtends al? Nee, half 12 s'avonds. Ja. Half 12 s'avonds. En dan ben ik uit, dus kom ik uit de sauna. Dan pak ik een whiskytje en dan is mijn weekend, de kerst op de taart is Harry Mens. Gewoon het hoogte. Ja, dat is de kers op de taart. Omdat het is zo kult. Het is zo kult. Dan zit daar een man... die betaalt daar 15.000 of 20.000 euro om te mogen zitten... en die doet dan iedere week de wijn van de week. Ja. En dan zet hij hem neer, dan zegt hij... nou, Harry, dat is een wijn uit Haiti. En prima afdronken heeft hij. En dan gaat Harry... heerlijk. Ja. Maar hij kan niet zeggen kut. Nee. Want dan komt die vent nooit meer voor betaalt die 20.000 euro natuurlijk. Nee. Ja. Naar een park. En dan krijg je dit soort gesprekjes. Ja, dat is ook geweldig dit. Ja, inderdaad. Het is een prachtige locatie. We zitten hier midden in het Planken Wambuis. Een prachtige natuur, grenzend aan de Hoge Veluwe. Een prachtige locatie, hè? Midden in het bos. Ja, fantastische locatie. Zoals we hier prachtig in deze natuur staan, is uniek. Een prachtige zandverstuiving met fantastische flora en fauna. Ja, prachtige vogeltjes die je hier de hele dag hoort fluiten. Dus we hebben een prachtige horeca, de houtzagerij. We hebben prachtige natuuraccommodaties. Daarnaast hebben we natuurlijk de prachtige natuurvoorzieningen zoals het Krullenmullen. En we hebben ook prachtige buitenspeelfaciliteiten. Een prachtige zandverstuiving! Ja. En ook prachtige vogels die fluiten! Ja. Wat een onzin is dat, hè? Dat is zo'n onzin! En dat heeft de partij geld gekost. Ja, ook goed man dit. Ja. We hebben ook prachtige vogels die fluiten. Ja. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Voor ik het vergeet, je moet de groet hebben van Hans Kraai. Die zit met zijn vrouw een weekendje hier in Huis de Duin. Heb je iets met die Hans Kraai? Nee, nee. Nee? Nee, hartstikke leuk. Doet hem de groeten terug straks, als je hem ziet. Oh, erg mager. Ja. Maar dit liep nog aardig, vind ik nog. Ja, dit ging nog. Voor Harry Mens' begrippen. Was dit een hele goede opening. Ja. Ja. Maar daarna stagneerde het, begrijp ik. Ah, man. Ja, hij luistert niet, Harry. Want hij dat eyescan, weet je, dat kan je ogen laten doen. Maar Harry moet ook voor dat hoorcomfort moet hij eens nemen. Daar als sponsor. Dan kan hij zijn hoortjes eens laten nakijken. Hij luistert niet, nee. Harry. Even een moeilijk gesprekje. Ja, moeilijk gesprekje. Wij zeggen in de voetbalterm, dat zijn twee moordenaars. Daar heb je bijna geen kans tegen. Wat type van Hanegem vroeger? Wat zit je nou te zaniken, Harry? Ja, dat wil ik net gaan vertellen. Oh, ga je gewoon? Ja. Nee, nou ben ik weer... Je gaat me godverdikke elke keer in de war brengen, Harry. Dat is toch een beleid van de... Had jij het willen doen eigenlijk, zoals wat de advocaat nu doet? Nee, want dat is mijn club. Feyenoord is gewoon mijn club, maar het zijn niet mijn mensen. Een advocaat heeft eigenlijk niks geen Feyenoordbloed in zich. Maar weet je nou wat ik zeg? Ja. Wat dan? Nou, wat je net zei. Dus je weet ja, dat nee, begrijp ik. Nee, wat zei. Waar de druk is, kan je niet presteren. Nee. Je hebt toch druk nodig om goed te presteren, of niet? Dan hebben ze het hier over verdedigen. Congolo is kritiek op Van Bronckhorstbeu. Je hoort nog geen eens wat ik zeg. Jawel. Utrecht, Feyenoord. Utrecht. Nee, die wint Feyenoord. Utrecht. Ja, nee. Nee. Naar Utrecht. Nee, ik vind het ook. Dat, nou, ik ben klaar met je. Ik ben helemaal met je. Knieën, ik ben helemaal klaar met je nu. En ik zal... Weet je hoe... Nou, dit is nou weer een bewijs dat je eigenlijk... Ik wil elke keer iets uitleggen aan je. Ja, maar de tijd is om, op een gegeven moment gaat het steeds beter. De tijd is om. Maar je luistert godverdikke helemaal. De tijd is om. Ja, de
ik zo goed. Top, die Harry zit ook heel de tijd te kijken. Alsof die, wie is die vraag in de grond staan, denk hij bij zichzelf. Dan ga je toch juist om met de kwaliteiten van ik de speler. Ik zit nou bij hem. Ik heb het gevoel dat ik bij Harry Mens zit. Jullie luisteren niet. Wat ik ook niet begrijp, Willem. Vitesse, Sparta, die wint niet van Vitesse. Nee. En een week later spelen ze de sterren van de hemel en verslaan ze Feyenoord. Hoe kan dat nou? Nee, een week eerder. Nee, een week later. Nee, een week eerder verliezen ze van Sparta. En daarna krijgen ze met 5-0 een draai in de oren van Vitesse. Je hebt allemaal kranten. Heb je dadertje op elkaar heen gegooid. Heb ik dat weer? Nee, dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Nee, als je zoveel van het papier voor je hebt, dan weet je het op een gegeven moment. Zie je de bomen in het bos. Nee, je hebt ongelijk, want dit is de krant van 2 maart. Vitesse. Eerst spelen ze tegen Sparta en die verliezen ze met 1-0. Ja, die verliezen ze, ja. Nou, en dan zeg ik daarna, gaan ze voetballen. Nee, je draaide het even om. Nee, niet waar. Ik zei het goed. Nou, ga het maar uitzoeken straks. Nou, goddomme. Heb jij zelden mensen gewoon 45 seconden zo langs elkaar heen zien praten? Ja, maar ook niet voor de eerste keer natuurlijk. Nee, dat is anderhalf uur lang dit. Ja, maar zou je er zelf niet een keer willen zitten bij Harry? Nee, het is 8:30 AM. Oh. Dat vind ik heel erg vroeg. Maar dat wordt toch een dagje erop genomen? Ja, op zaterdag. Maar misschien dat hij daarom al zo'n beetje verstrooid is. Omdat het zo vroeg is. Misschien kan hij beter zijn programma's naar 's middags. Dat hij een beetje uit kan slapen. Maar dit is voor mij het absolute hoogtepunt van de zondagnacht. Weet je wel. Gisteren ook zat Willem er. Dus hij zegt tegen Willem, hij zegt... Hey Willem, dat boek van Cruijff, van Egmond, dat... waarop Willem zegt... Nee, dat was van Egmond niet. Nee, van Cruijff, van Vegmond, van Cruijff. Nee, zegt Willem, dat was het boek van Grijp. Nee, nu is het boek van Cruijff. Waarop Willem zegt, ja, maar dat is Jaap de Groot. Oh. Dan ben je al 3 minuten weg. Ja. Dan zit je gewoon al 3 minuten te kijken. En dan zitten ze totaal tegen elkaar gewoon. Dit is een waanzinnig programma. Ja, maar er ging iets over rode en gele kaarten. Ging er iets mis, toch? Begrepen? Ja, alles ging mis weer. Ja. Ja, alles ging mis. Ja, bij Harry gaat altijd alles mis. Maar ik vind het nog het leukst als er dan weer zo'n vent is... die dan een wijntje meegenomen heeft en daarvoor betaalt. En dat Harry dit maakt. Lekker zacht. Dat vind ik zo goed. Heeft hij gewoon zijn 10 ruggen voor? Ja, die heeft 10 ruggen voor betaald om daar te zitten met dat wijntje. Nee, nou, die hebben we niet. Maar laten we even naar de kaarten kijken van Harry en Willem. Wat was er nou met een speler die kreeg een derde rode kaart... en dat wat hij zelf voor aangewend om een wedstrijd over te slaan of zo? Hoe was dat nou? Nee, je hebt geel. Ja, dat weet ik. En rood. Ja. Nee, wat je zegt, een derde rode kaart. Nee, die derde geel en dan rood. Ja, maar dat is wel een groot verschil, Harry. Ik versprak me even, Willem. Oké, sorry. Nou, dat gebeurt je nooit, dus ik neem het je ook niet kwalijk. Nee. Nee. Dus dames en heren, het was 3 keer geel en dan rood. Nee, het was 2 keer... En dan rood. Ja. Jongens, zomaar besluiten met lang zal ze leven dan voor die Willem. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Hippie wiep, hey! Nou, Willem... Alleen daarom... Je zult hoe vaak zou die Harry op een dag horen als hij iets zegt ergens... Heeft u gedronken? Ja. Want het is net alsof hij lam is, terwijl hij misschien alleen koffie opneemt. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Nou, even naar het grote werk. Ik vond het zo'n mooie foto van die Reola. Dat is een boefie. Ik vind het een mooie gozer. Reola tart Ajax. Wat moet je nou denken van zo'n man? Ja, maar die man heeft toch gelijk, of niet? Nou ja, hij verdient 100 miljoen inmiddels. Ja, nou, is dat erg? Nee, maar dat mag voor mij. Nee, maar Kluivert heeft zijn hele opleiding bij Ajax gehad. Nou, en? Gratis. Dan wordt Ajax, die wordt er toch ook beter van, nou, of niet? Nauwelijks, want hij heeft nog maar 1 jaar te gaan. Dus met andere... Nou, dan moeten ze toch een transferbedrag betalen. En ja, dan elke keer als hij... Jij zit elke keer, als ik het uitleg zit te leggen, kom jij met het tegendeel. Nou, ik denk zelf, als iemand nog 1 jaar te voetballen heeft... Ja, en als ik dan kan zeggen, dan moet hij... Dat is, als ze transfervrij is, dan hoeven ze niet veel te betalen. Okay. Maar nu moeten ze gewoon het transferbedrag betalen. En daarom willen ze hem altijd verkopen. En dan die Erik ten Hag, die man die kijkt zo zielig. Ja, maar nu weet je het nog niet. Kijk, ik weet het wel, hoor. Ik onthoud het wel. Moet ik het nog een keer herhalen? Ja. Van die 3 jaar, 1,5 miljoen. Ik zou zeggen 1 jaar, maar jij zou 3 jaar. Ja.
Maar je weet het, geeft niet. Ga maar verder. Ga maar nou niet in de maling zitten nemen. Ik ga jou in de maling nemen, Harry. Kom op. Maar ik voel me toch een beetje in de maling genomen. Nee, jij hoeft niet bang te zijn dat ik hem in de maling neem. Het enige wat we moet doen is... Als je die kans krijgt, neem ik jou wel in de maling. Je moet gewoon goed luisteren. Dat is het meest belangrijke. Ja, en toen belandde ik in de prostitutie. Waar deed je dat? Prostitueer. Ja, maar waar? Achter het raam. Ja, in Den Haag? Nee, in Groningen. Groningen. Ja. Ja. Dit is echt een studentenstad. Ja. Wat is er van die vriend terechtgekomen uiteindelijk? Nou, hij zit op het moment in de bak. Ja, ja. Ga je op bezoek af en toe? Nee hoor. Is de liefde een beetje over? Is achter. Is ex. Nee, ik ben absoluut geen slachtoffer. Ja, ik dat zie je ook niet naar uit. Wat ik hieruit heb geleerd is... Ik ben heel sterk geworden. Ik spreek 7 talen. De rechter maakte ooit een opmerking van... Ja, jullie brengen zoveel drugs het land binnen. Jullie maken massaal mensen kapot. Ja. 7 talen? Dan ben je gaat nog die 7 talen door. Een wereldster. Ja. Ja. Je kunt toch overal terecht? Nou... Kan ik bij solliciteren? Ik begrijp nu hoe jij interviewt. Heb je werk voor me? Dit is echt business class, dit onderwerp. Ja. Nee, maar 7 talen. Ja, nee, dat is geweldig inderdaad. Harry had het alleen maar over 7 talen. En Harry zat naar die borsten te kijken natuurlijk de hele tijd. Liefde. En die hoorde alleen maar dit onder die tafel. Gisteren was het weer de ultieme afsluiting voor mij van de zondagnacht. En Harry denkt wel eens dat hij een combinatie is van tussen Hans Steeuwen en Theo Maassen. Maar ja. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. Dat is een denkfout. Dus ja. Op het moment dat Harry leuk gaat doen, dan denk ik, ja, weet je, dat kan je beter niet doen. Dat heb ik nu, gaat hij doen. Om laten voorkomen dat latere generaties niet meer weten wie jij bent... heb ik begrepen dat ze wilden een straat naar je vernoemen. Hier staat in het Algemeen Dagblad... een Van Hanegemstraat, waar wachten ze op in Breskens? Johan Derksen, zo'n klein steegje. Kunnen we daar plassen? Johan die kan wel een, die komt wel een aanmerking voor een steegje. Ja. Voor een steegje. Ja. En Gijp? Nee. Gijp geen straat, hè? Heeft hij nooit gewerkt? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nou, Gijp, je hebt nooit gewerkt. Nee. Geen straat. Geen steeg. Helemaal niks, hè? Ja, zo lacht die Gijp ook. Ik zal je dat even doen. He? Gijp? Kijk, het leuke van Harry Mens is die onnozele kop. Ja. Waar hij niks aan kan doen. Nee. Dat is leuk, dat onnozele hoofdje van hem met die rare vraagjes. Maar als hij grappen gaat doen, dan haak ik af. Dus ik ben afgehaakt. Echt waar? Ja, ik ben afgehaakt. Bij Harry? Ik kijk niet meer nu. Ja, nog één keer. Maar dan moet hij wel weer met dat onnozele hoofd op tv komen. Ja. Maar Harry moet het houden bij het stellen van vreselijke domme vragen. Dat kan niet, toch? Dat is zijn specialiteit. Dat kan niet goed. Dat kan hij heel goed. En er komen er nu 2. Let op. Ja? Daar gaan we. Waarom in Breskens, Willem? Ik dacht dat ik daar geboren was. Ja. Oké, het boek zelf. Ben dat, waar kunnen we dat kopen? In de boekwinkel. Waar kunnen we dit boek kopen? Dat is toch geweldig, of niet? Dat je dat dan iemand vraagt. Goed, man. Heerlijk. Ja, en natuurlijk kan Harry Mens in dit programma eigenlijk niet meer ontbreken. Harry komt wekelijks een beetje voorbij. Gaat nu ook in zijn eigen programma al reageren op ons. Harry kondigt het eigenlijk al aan dat wij dit gaan doen. Dus dat moeten we natuurlijk ook wel. Is je nog wat opgevallen gisteren, Harry? Nou, het blijft natuurlijk... De man kan niet interviewen. Maar dat is op zich niet erg. De vragen die hij stelde waren weer van een krankzinnig hoog niveau. Let maar op. Willem, ik heb een lijstje gemaakt voor degenen die naar huis zijn gegaan. Zitten er dan nog ploegen bij die je liever had willen houden? En Roemenië? Nee, ook niet. Tsjechië? Nee, dat... Oekraïne? Oostenrijk? We hebben vandaag wedstrijden. Om 3 uur begint Frankrijk-Ierland. Wat wordt dat? Het systeem is nou zo dat verliezen is eruit. Ja. En gelijk spelden moet je penalties maken. Dan gaan we om 6 uur Duitsland-Slowakije. Wat Willem zeg jij het is? De derde wedstrijd, Harry. Kom, stel die eens aan mij die vraag. Hongarije-België. Om 9 uur vanavond. Willem, en dan krijgen we maandag. Wat eens even kijken. Heb je Engeland. Italië, Spanje. Om 9 uur. Ja. Engeland-IJsland. 9 uur, man. Ah, hij heeft gisteren alleen maar geroepen. Nou, dan hebben we België tegen... Hongarije. Wat wordt het? Dan hebben we morgen Italië, Spanje, wat denk je? Daarna hebben we IJsland tegen
Wat is het? Frankrijk? Nee? Ja. IJsland, Frankrijk? Nee, wat Engeland. Zal dat worden? Engeland, wat ja. zal dat worden? Ja. Daar zit die snor, die zit onze beelden te pikken constant. Hoe doen we dat? Nou ja, dat is alleen maar een goed teken voor je, toch? Ja. Dat is een teken nog iets speciaals dat voor die snor? Dat zij dat willen laten zien. Heen nog iets speciaals voor die snor? Huh? Zeg eens even wat tegen die snor. Dat is niet te geloven, hè? Die Harry mens moet van tafel hebben. En wat ik ook niet wist, maar jij wordt er boos om als ik erover begin, maar dat jij altijd nummer 10 had. Heb je er iets mee? Ja, je gaat aan mij vragen, heb jij nummer 10? Ik zit hier nu al zoveel jaren. Jij hebt nog niet, het besef. Je had ook kunnen zeggen, wat staat er op die ring? Er staat een grote 10. Ja. Het is niet te ver weg, dus je kan het lezen. Nou zie ik het pas, joh. Nee, dat valt me erg veel tegen. Ja, maar dan aldoende leert als mensen nou vragen mij, wat is Harry voor een man, dan ga ik twijfelen. Ja, maar dan, dit is natuurlijk weer gewoon weer voer voor die snor, want die gaat er weer over beginnen natuurlijk. Er komt straks een cameraploeg en die wil ons even spreken. Nee, die wil jou spreken. Nee, ze willen jou ook spreken. Nee, want ik heb tegen die gasten gezegd, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, maar zijn die jongens helemaal voor Jan Klaas hier gekomen. Nee, die komen voor jou toch? Nee, voor jou. Het is jouw programma, dus... Ja, maar ze komen voor jou. Nee, voor jou. Maar wil je wel er even bij blijven zitten als ik met ze praat? Dat moet je zelf weten. Nou, jij moet dan niet weglopen, dat ik... Want dan krijg nee, water. Maar ik zeg niks dus. Jij zegt niks? Ik heb geen boodschap eraan. Nou, dus dat zal ik dan maar tegen die snor zeggen, hij zegt niks? Nee. Nou, je mag zeggen wat je wil, dat... Nee, oké, we gaan zo verkijken. Ja, dit is zo slecht, dit. Ja. Die Harry. Ja, die Harry, man. Hij gaat wel door, Harry. Hij is met afstand de slechtste interviewer in Europa. Maar het is zo heerlijk, weet je. Dan krijg je dit zo, het eind van het programma. Anderhalf uur bezig. Oké, Marijke, jij wilde nog wat zeggen? Ja, ik wilde zeggen, dat was ik vergeten. Ik heb tegenwoordig ook warme voeten. Lekker toch? Dat je dat gewoon nog even op het eind meldt. Dat je tegenwoordig warme voeten hebt. Dat is toch heerlijk, man? Ja. Daar kan ik zo van genieten, jongen. Dat gaat ergens over. Nee, maar dat is leuk. Problemen in Parijs? Nee, ik heb warme voeten. Ik heb warme voeten. Oké, Willem, bedankt, hè. Graag gedaan, Harry. Ik vond het heel fijn dat je er was. He? Ik ook, Harry. Rakker. Bedankt. We gaan brunchen. Je moet natuurlijk elke ochtend naar het ziekenhuis in Hoofddorp. Hebben ze een speciale ingang voor je gemaakt? Nee, waarom? Nou ja, al het publiek en zo. Dat slaat nergens op. Nee? Ja. Maar je zei dat je daar... Ja, je moet toch door een deur heen, waar de anderen ook doorheen gaan. Ja, nou. Nee, maar hoe gaat dat in de praktijk? En dan ga je gewoon zitten en dan heb je zo'n kaart. Die je onder de scan, dan weten ze dat je er bent. Nee, maar even serieus. Zijn er überhaupt trainers waarvan jij zegt, die zou ze moeten hebben? Nee. Ik heb het niet zo op trainers. Maar ik ben aan het denken over waarom is nou al zoveel jaar gaan wij alleen maar bergafwaarts in plaats van dat wij beter worden. Heb je het over het Nederlandse voetbal? Ja. En dat komt alleen door de trainers. Nee, het komt niet alleen door de trainers, ook door het systeem. Kijk, nou zeg ik dat komt door de trainers, daar heb ik over nagedacht. Nee. En dan zeg jij meteen... Ik denk dat het komt door dat typetje zoals Raiola die gewoon... Nee, natuurlijk niet. Jawel, dan hebben ze een speler die het een beetje doet en dan woep, weer weg. En dan sta je weer op slopershoogte, dan moet je opnieuw beginnen. Nee. Jij zit net zo te kletsen als je andere mensen allemaal. Maar daardoor krijg je nooit een hecht team. Ik bedoel, tegen dat die jongens een beetje kunnen voetballen gaan ze. Ja, maar jij gaat ook weer zo raar zitten. Jij zit nu te praten als een trainer. Kennen we geen hecht team? Nou ja, dan zou ik toch nog trainer kunnen worden. Nou, dat is het enige dan. Ja. Maar of wij daar nou gelukkig mee moeten zijn, dat betwijfel ik. Dus jij zegt Utrecht wint en dan wint Feyenoord? Dan wint Feyenoord. Ja. Dat is wel even denken, maar... Ik hoop dat die snor het nog kan volgen. Wie? Die snor. Welke zo? Nou, je weet wat die zo aardig tegen ons doet altijd. Dat andere programma. Maar... Ja, daar ga je toch niet drukker maken, of wel? Nou, soms wel. Als die te persoonlijk wordt, die andere die erbij zit. Hoe heet die met die bril op, die dikke? Ja, ik kijk bijna nooit. Oh, ja, dit is... Die smaad. Ja, dit is smaad. Nee. Even serieus. Ja. Ja. Maar kijk, dat hij het tegen mij doet. Maar ik heb ook een gezin en kinderen. Ja, ik ook. Nee, maar kom op. Hè, die moeten morgen ook weer naar hun ja, werk. Ja, wel. Nee, nee. Dit pak ik, dit pak ik heel hoog op. Nee, maar gewoon jurist op dak sturen. Ja. Wie denkt die mensen wel dat hij is dan? Ja, zeker. Ik ben zijn grootste fan. Kijk maar naar de kijkcijfers. De herhaling van mens staat altijd 1. Dat ben ik. Kijk, die kijkt er echt 1. Ja. Dat ben ik.
ben ik. Die dikke met die bril. Ik snap die dikke met die bril, dat kan toch niet? Nee. Maar, kan je het niet zeggen? Ik vind het mooie van mensen altijd... dat die heeft altijd gasten... Ja. Niet omdat die interessant zijn, maar die moeten 10 ruggen betalen... om even een verkooppraatje te kunnen houden. Hij is wel slim. Toevallig zat ik vanochtend te kijken... dat er naar de herhaling van Harry Mens... Ja. hebben meer mensen gekeken als naar Rondo. Nou, dan zou ik stoppen. De herhaling van Harry Mens. Dan kijk gewoon niet meer. Nee, maar Harry is goed. Harry is beter dan jij denkt, hoor. Nee. Jawel, Harry kan meer. Harry kan niet veel. Jawel, die zegt zelf dat hij eigenlijk een topinterviewer is. Harry kan niet veel, maar dat is op zich niet erg. Het is het enige programma... waar mensen zo lang ze maar dat checkje ondertekenen als ze weggaan... Ja. gewoon mogen lullen waar ze zin in hebben. Alles mag. Harry laat alles toe. Ja. Gisteren zat er weer een vermogensbeheerder. Ja. En die heeft 10 minuten uitgelegd aan Harry. Ja, Harry snapte het op een gegeven moment best wel... dat Shell is afhankelijk van de prijs van de olie. Ja. Maar... dat wist Harry aan het begin van het gesprek dus nog niet. Als de prijs van de olie daalt... is die goed. Dan daalt ook hun winst. Het had het Gredemannetje kunnen zijn. Snap zo, jij dat? Ja. Dus, nou, dat was goed, man. En ik heb er 1 kleine vraag uitgehaald. Zomaar omdat ik hem leuk vond. Ja. Ik hem leuk vond. Harry, komt. En hoe maak je het klaar? Ik snijd deze zo meteen uit. De filetjes. En die bak ik zo meteen lekker aan. Hoe bak je die aan? In de pan. Is het niveau? Nee. Nou, laten we dan een toaster brengen op Annie de Reuver, Willem. Vind je niet? Ja. Op Annie de Reuver. Oké. Staat er onder? Maar ze leeft nog steeds. Nee. Het is vorig jaar januari overleden, helaas. Oké, sorry. Maar dit gaat de hele uitzending, jongens. Ja, dat is heerlijk. Heeft Harry Mensje ook al een keer gevraagd om aan te schuiven, eigenlijk? Of? Nee, maar ik had wel in de gaten dat de wereld draait door. Heeft het ook ontdekt, hè? Harry Mens. Ja, is dat zo? Bij de tv door. Ja. Ja, ik moet goed gaan kijken om er nog grapjes uit te halen. Ze pikken alles nu. Ze pikken alles. Zou niet makkelijk worden meer. Maar als hij zou bellen, wat zou je dan zeggen? Ja, dan Harry. Tuurlijk ga ik bij Maniopaard zitten. Dan betaal je ervoor ook, of niet? Ik hem. Ja, dat hoort toch dat als je daar zit. Dat wil ik best wel. Dan moet je toch betalen, nee, of niet? Dat wil ik best wel. Ik kan toch ons programma proberen op de kaart te zetten? Dan. Ja. Ja, gewoon even wat kijkers bereiken. Ja, natuurlijk. Zou geen kwaad kunnen. De kijkers afpikken. Ja. Ik wil niet moeilijk doen, maar hij zit er volgens mij gewoon. Het lijkt er ontzettend veel op die gozer. Dat is hij is het. Is het wel, ja? Is het er wel? Wietse van de Snaak. Wietse, ja. Van dat de Berensoeven. Ja, dat van de Berensoeven. Wietse Snaak. Ja, ja, Harry Mens, dat is jouw podium nu, toch? Ja, al heel lang. En elke week eigenlijk, hè, met de Wij van de Week. Ja, Harry ziet het trouwens niet, want die ligt gewoon te slapen. Maar, ja. Die heeft een paar wijntjes op en die is gaan liggen natuurlijk, ja. Maar hij moet morgen een beetje fit zijn, dus dan drinkt hij volgens mij niet. Maar ja, dat zegt hij. Nou, morgen gaat hij weer los. Morgen, dan ben je er ook weer bij. Ja, morgen ben ik weer van de partij. Heb je weer een paar wijntjes bij je ook? Nee, maar jullie nemen het zaterdags op. Ja, het wordt zaterdags live op. Oh, en dan zondag zend je het uit. Ja, en dan herhalen nog een keertje voor mensen die ja, voor mij. Ja, jullie herhalen het speciaal voor mij. Ik ben de enige die kijkt. Ja, ja, ja. Goed, maar het leuke is, ze smaken hem over het algemeen wel, hè, die wijntjes. Laten we even kijken. Ik zou zeggen, proef maar. Alles is moderner. De druiven worden 's nachts geoogst. Lekker vis. Ja. Dit komt uit Zuid-Frankrijk, Languedoc. En we proeven nu de Merlot. Waarom? Zacht. Zacht, hè? Ja. Ja. Maar dit is zo'n wijn, zeg maar, waar je mee de zomer dokken. Mooie wijn. Ja, krul in smaak en met een lange afdronk. Wat vind je ervan? Ik vind het heerlijk. Wat vind je dit? Ja, heerlijk. Ja? Maar die heeft over het algemeen topkwaliteit, hè? Nou, proef maar, sorry. Lekker, lekker. Lekker. Maar weet je wat nou zo leuk is? Dat vind ik zo leuk, weet je wel. Kijk, jij betaalt haar om in de show te komen. Dat is op zich als dat allemaal niet erg. En dan mag jij je beste wijntjes mag je neerzetten. Dus je wijn van de week doe je dan. Dan is het natuurlijk dat totaal uitgesloten dat die proeft en zegt... Het is hem niet. Dat kan natuurlijk niet. Laat zei hij ook een keertje van, nou, dat weet ik, binnetje van de rood. Ik zei, nou, Harry, doe het je best maar eventjes. Ja, dan doet hij dat ook. Ja. Dat vindt hij lekker natuurlijk. Ja. Nee, kijk, RTL heeft gewoon ingegrepen bij Harry in het programma. Weet je wel, want Harry lult maar net weg, weet je wel. Dus die letten niet op tijd en zo. Want we hebben RTL nu natuurlijk gezegd, joh, we zetten een klok neer... en kijk nou dat ongeveer zo'n gesprek mag ongeveer 10 minuten tot 12 minuten maak duren. Maak het niet te lang. Maak het niet te lang, maar ja, dan moet je natuurlijk niet heel de tijd gaan zitten zeggen dat er een klok staat. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat doet hij, hè? Ja, dat doet hij. Let maar op.
Zit je om de hoek te kijken? Nee, ik zit... Nee, nee ik zit om de hoek te kijken. Ik zal het je maar vertellen. We hebben nog 2 minuten. En ik zit naar die speculaas te loeren. Want we moeten ook over die speculaas hebben. Kan je ook of jij weer boos? Ja, maar je kan ook tegen mij zeggen. Ga er eens naar achteren dan. Nee, maar ik ken het net al. We hebben nu nog 1,47. Dus ga even door. Wat is jouw binding nou met die speculaas? Ik heb omdat ik het lekker vind. Ik heb met Jaan de Graaf gewerkt. En ik zit nou te kijken, want ik ga nou weer even kijken. We zijn al een minuut over tijd. Nou, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, ja. Dit is toch goed ook dit? Het is echt top tv. Ik bedoel, maar op een of andere manier is het wel een goed duo. Het is waanzinnig, maar de visie is. En we gaan eruit met niemand minder dan onze eigen Harry Mens. Tot ziens. Weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we have no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Oh, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.